gepakt. Maar er wordt wel flink wat pressie gezet hier al. In de early game vanuit Frail. Kubu die daar voor de 1-1 gaat tegen Hachi. De laatste auto. Shield is alsnog wel een probleem zoals we daar ook zagen. Simi redelijk low. Wordt daar hit door de Sonic Wave reactie. Gaat erachteraan. Conqueror geprokt. Mithios flasht er ook nog bij voor de goede orde. Wordt uiteindelijk alsnog geraakt door de fosforsbom en de autotech van Mithios nadat hij achter hem aan flasht. In de botlaning gank. Stopper beschikbaar. Wave wordt hier doorgepoest, is enigszins groot. Dominus hier wel aanwezig. Daar komt de lockdown. Wordt weggekikt van de turret. En het breken van gezichten zit er nog niet helemaal in. Maar daar komt Mithios er ook nog bij. Oh, Hachi. Wat heb jij een zware game. Siem komt er aan met de cavalerie. Daar is flink wat damage en dit kan zomaar fout gaan. Er moet hier gedisengaged worden. Een mooie sleepy trouble bubble van Siem. En Mithios kan er als enige wegkomen. Veel die hier toch... Hun hand lijkt te overspelen. Mithios flasht direct weg als Siem dat doet. Nou, ik denk dat er hier meer dan voldoende damage is. Daar is de Void Rush. En het is hier Emcon. Die wil gaan gebruiken om een goal te krijgen van de turretplatings die nu beschikbaar zijn. Valkyrie daar gebruikt. Mooie channel. Atrix die naar voren gaat met de flashhook. Vindt hem daar op Siem. Flay die ze hier ook bijhoudt. Gijsje raadt erin, maar dat loopt desastreus af. Kan daar nog wegflashen, maar loopt daar een raket in van Mithios. Reactie. 6, 7 mensen klaarstaan in de midlane om een play op te zetten. Thrill ziet dat ze ditmaal in ondertal zijn. Nu is het Atrix die de biezen moet nemen. En heel veel damage die daar neergaat bovenop de fresh depth. En dat doen eigenlijk alle carries aan de kant van Team Thrill. Moet Hachi hier uitkijken. Staat wederom tegenover Raxi en Kubu. Proberen hem hier te CC-chainen, want let wel, Showstopper is beschikbaar. Wordt daar proactief gebruikt. Was te gooien, maar vindt nog niemand. Pieter 05. Het is een alles of niet stil. Hij gaat erin, maar hij is te laat. Wordt daar ook direct opgeblazen door de rest van Team Throne. Het is nu Mithios die in zijn eentje tegen 4 man daar gewoon naar voren loopt. Absoluut voren staat. Ja, hij komt wel weg. Maar wat leef je er ook voor in? Hier nu mogen 3 engage. Hele mooie facebreaker daar. Rexy gaat los. Showstopper wordt hier gebruikt. En het rest van het team is er niet. Daar is de Featherstorm. Maar Kubu heeft daar de flank gevonden. De teleport niet eens hoeven te gebruiken. En zelfs deze play die er zo goed uitzag, lijkt hier helemaal fout te gaan voor Team Emcon. Hachi daar nog in leven. Maar ook die zal neergehaald. Even, maar die heeft teleport beschikbaar. En dan gaat hij de eerste Nexus turret neer. En dan gaat dit inderdaad de eerste game zijn van de Summersplit van de Dutch League. Die gewonnen wordt door Team Thrill ten koste van Emcon Rotterdam. Ja, hele mooie pot van Team Thrill. En dit doet mij nog meer uitkijken.